dan kondig ik nu graag onze voorzitter Witse Wiels aan voor een korte intro over SCEP. Dank u, Tyson. Toen ik mij in mijn puberteit, dus 2-3 jaar geleden, begon te interesseren voor sceptische topics, dan zei iedereen, ja, waarom ben je daarmee bezig? Creationisten, platte aarde toestanden, daar is toch niemand mee bezig. Dat is toch een marginaal verschijnsel. Nu, als ik dan aan de universiteit kwam, een van de eerste dingen die ik meemaakte, was een groot debat. En dan heb ik een hele aula zien applaudisseren voor creationistische denkbeelden. En natuurlijk, later in de klinische praktijk, ik ben arts, dan zie je wat alternatieve geneeskunde zoal aanricht. En ik denk dat er nog nooit een periode geweest is in de recente geschiedenis dat zo duidelijk is geworden dat ook zeer intelligente mensen onwaarschijnlijk rare dingen kunnen geloven. Dus als skep zijn we relevanter dan ooit. En ondanks die veranderende tijden en veranderende tijdsgeest is er toch iets dat we nu al bijna 30 jaar doen, het uitreiken van twee prijzen. Enerzijds is er de zesde vijs voor wie zich bijzonder kritisch heeft opgesteld en het wetenschappelijk gedachtegoed heeft verspreid. En de tweede prijs voor iemand die, zoals we zeggen, niet van voor stond toen het kritisch verstand werd uitgedeeld, die wordt in de sceptische put gekieperd. Dus ik denk dat we er allemaal naar uitkijken te weten wie de laureaten zijn van vanavond. En nog één ding dat we van de COVID-pandemie hebben geleerd, is dat iedereen opinies heeft en de neiging heeft om die te delen met anderen. Ik ga dat vooral niet doen en hier dan ook afronden. En dan komt nu Marleen Finost met de laudatio voor de sceptische. Ik kan ons niet van prijs vergissen. Welkom allemaal, fijn om jullie te zien. Wel, goed 2 jaar geleden, 18 maart 2020, ging ons land voor de eerste keer in lockdown. Herinneren ons allemaal, niet essentiële winkels gingen dicht. Thuiswerken werd de norm, de horeca sloot de deuren. Niet-essentiële verplaatsingen werden verboden en op school werden lessen opgeschort en de grenzen gingen gedeeltelijk toe en ja, het concept bubbel werd ingevoerd, waardoor contacten met de familie en vrienden fors werden ingeperkt. En in Brussel, in een rusthuis in Brussel, stierf diezelfde maand de eerste Belgische burger aan COVID-19. Het was lawaai. Iedere dag zagen we de nieuwsberichten over met die stijgende coronacijfers. De ziekenhuizen reorganiseerden zich om de stroom aan COVID-patiënten op te vangen. Alleen, ik vertel het nog eens, waar moest je het vergeten zijn, waar we uitkomen, nietwaar, uit die tijd. Niet dringende zorg en ingrepen werden uitgesteld. Bezoek was nauwelijks toegelaten. En ook in die woonzorgcentra, die toch wel het hardst getroffen werden in de coronacrisis, ging het op slot. En overheid en experten staken de koppen bij elkaar om een beleid uit te stippelen dat voortdurend moest worden bijgestuurd. We hebben het begrip voortschrijdend inzicht leren kennen in de pandemie. En aanvankelijk leek het nog allemaal spannend en van korte duur. En ik herinner me, iedere avond om 8 uur stonden wij te applaudisseren voor de zorgverleners. Zorgverleners in de vuurlinie. Maar dat is gaandeweg gekanteld. Mensen verloren hun geduld, verloren hun job, bedrijven gingen over de kop. De cultuursector ging ook kopje onder. De mentale problemen bij jongeren namen alsmaar toe en we begonnen ons toch allemaal wel te ergeren. En de experten die eerst de hemel ingeprezen werden, ja, die kregen het soms te zwaar te verduren. En sinds dat nieuwe virus hier rondwaart, trachten wetenschappers wereldwijd kennis te vergaren. En er verscheen een ongezien aantal publicaties over het nieuwe coronavirus. De infectiologie, de leer van infectieziekten, waar eigenlijk in de medische wereld toch lang meewarig naar gekeken werd, is ondertussen ook erkend als een volwaardige specialistische discipline. En wij leefden eigenlijk decennia lang in het gedoe, wij de mensen, met in de veronderstelling dat we de virussen en bacteriën wel overwonnen hadden, met vaccins en antibiotica en die recente epidemieën, SARS in het oosten, ebola in Afrika, dat leek eigenlijk allemaal ver van ons bed. Dat werd hier wel buiten gehouden, we hadden daar de middelen voor. We lagen daar niet wakker van, tot 2 jaar geleden natuurlijk.
dan is het veranderd. En dat niet te stuiten coronavirus dat over de wereld raasde, dat opende wel de ogen in het Westen. Europa was echter niet klaar voor die pandemie. En ja, eigenlijk was de hele wereld niet klaar voor de pandemie. Er moest nog heel veel geleerd worden. En wij kijken met z'n allen verwachtingsvol, of toch bijna allemaal met allen, verwachtingsvol naar de medische wetenschap. En we hingen aan de lippen van onze corona-experts. Mark van Ranst, Erika Vliegen, Pierre van Damme, Steven van Gucht, Geert Molenbergs en... ik weet dat er nog iemand zit van de Gems, maar ik ken ze... Matthias, ja. Maar Franstalig, daarmee in Vlaanderen iets minder, maar de anderen werden in een mum van tijd bekende Vlamingen. Dat is onwaarschijnlijk. Ziekenhuizen hadden de gezonde reflex om zich snel te reorganiseren en ja, ministers waren gelukkig zo verstandig om onze experten en onze wetenschappers in te schakelen om hun beleid erop af te stemmen. Ja, de woonzorgcentra en de eerste lijn, de huisartsen en de apothekers, ja, die werden overspoeld met vragen van ongeruste burgers over quarantaine en andere regels en ze hebben meermaals gevloekt. Ik heb dat ook thuis gehoord. Opsporings- en callcentra, die werkten ook lang niet optimaal. Ook daar werd al eens gevloekt. En dan kwamen die eindelijk die eerste werkzame coronavaccins. En dat werd echt ook gejuich onthaald. Ik herinner mij de aankondiging van Pfizer van we hebben een vaccin, het werkt voor 90%. Wauw! Maar dan was er die nieuwe mRNA-technologie en onmiddellijk kwamen er vragen. Vragen allerhande en ja, complottheorieën. Ongeziene complottheorieën. En heel die tijd stonden die wetenschappers, die experten daar in de vuurlinie. Gegroepeerd in de zogenaamde GEMS, de groep van experts voor de managementstrategie voor COVID-19. Het was met professor Erika Vlieger, professor infectiologie van de Universiteit Antwerpen, aan het hoofd, onverschrokken aan het roer, een rotsende branding. Ja, maar ze kregen... Ja, maar Pierre, je lacht nu wel. Maar jullie kregen wel doodsbedreigingen, je hebt mij zelf verteld. Een app op je telefoon voor als er bedreigingen kwamen. Ik heb zelf veel gefactcheckt en in de marge gewerkt, maar ik dacht, dat wil ik toch niet meemaken. Maar daar bleven zij toch doorgaan, onverschrokken. Doodsbedreigingen van complotdenkers, van antivaxxers, van andere mensen die de trappers verloren tijdens de coronapandemie. We kennen de verhalen, de dingen die Mark van Ranst heeft meegemaakt. We nemen trouwens binnenkort een podcast op. Tussen haakjes met Mark van Ranst. Ik heb gezegd, we zorgen wel voor camouflagekledij voor ons team. Want hij komt naar onze kantoor. Goed, maar die mensen haakten niet af. Ze bleven zich inzetten. En ook, overigens vaak zo goed als onbezoldigd, ten dienste van de wetenschap. Ten dienste van gezondheid, van ons allemaal, van de burgers van dit land. Ja. En toen die vaccins dan toch niet zo lang leken te beschermen als aanvankelijk gehoopt, dan waren ze opnieuw kop van jut. En ze verloren hun geduld niet. Ze gaven niet op. Ze kwamen dagelijks in het nieuws duiding geven. In alle mogelijke televisieprogramma's, naast hun werk. Met alle klappen die ze kregen. Ze overtuigden ongeruste burgers om zich te laten vaccineren. De coronavaccins hebben heel veel leed voorkomen. In België, in ons land, stierven 32.000 mensen door COVID-19. Maar zonder vaccinaties waren het er veel meer geweest. We zullen nooit weten hoeveel natuurlijk. Maar het waren er veel meer geweest. Een meervoud. Vandaag zitten we in de staart van de pandemie. Dat hopen we toch wel. En hopelijk zit er geen venijn in die staart. En we hebben belangrijke lessen geleerd toch. In de eerste plaats dat we als mensen niet ongenaakbaar zijn. Dat we eigenlijk ja, een onderdeel vormen van die natuur waar we echt van die planeet waar we goed voor moeten zorgen. En die onzichtbare bolletjes genetisch materiaal omhuld door die eiwitmantel, wat we virussen noemen, we hebben het vaak moeten uitleggen. Sommige mensen geloofden niet eens dat ze bestonden, maar ze kunnen wel degelijk bevolkingen decimeren. En zonder kennis over transmissie, gedrag, besmettelijkheid, zonder degelijk infectiologisch onderzoek, epidemiologisch onderzoek, zonder vaccinatie, waren we waarschijnlijk niet zo lang uit deze pandemie geraakt. We hebben het coronavirus nog niet overwonnen op dit moment, maar we hebben het wel kunnen temmen. Hopelijk hebben ze wel getemd, maar we hebben vooral ook heel veel bijgeleerd. Zodat we snel kunnen schakelen wanneer dat nodig is.
en de experten van de GEMS. Die hebben het belang van de wetenschap iedere dag onder de aandacht gebracht. Ze gingen voor ons allemaal door het vuur, aangevoerd door een vrouw met ballen. Een infectioloog die al ons respect verdient en die we vandaag heel graag in de bloemetjes zetten. Samen met de GEMS die echt heel veel, heel belangrijk werk heeft verricht. En SCEP, onze vereniging die al 30 jaar strijdt tegen pseudowetenschap en het paranormale, is de GEMS en Erika Vliegen dankbaar voor hun belangrijke bijdrage in de strijd tegen onzin en pseudowetenschap. En dank u wel dat jullie dat zo volgehouden hebben voor ons. SCEP kent daarom de zesde vijs toe aan de GEMS. En we overhandigen het graag aan Erika Vliegen, want het is eigenlijk een kunstwerk dat je op één bureau kan zetten. En we hebben een kunstenares, een speciale glaskunstenares. En zij maakt altijd speciale werkjes. Laat zich inspireren door de mensen die de prijs winnen. En speciaal voor Erika, ja, hebben we een glaswerk ook met de zes vijzen. Erika, je weet dat zes vijzen, dat is zo. Mensen die veel gezond verstand hebben, die hebben een zesde vijs. En ik laat het even zien en ik nodig jou uit, Erika, om het in naam van de SCEP en de GEMS in beslag te nemen. Het is een kunstwerk. Een netwerk van experten, dat zijn die vijzen en die grote vijs hier. Dat ben jij. Wel, dankjewel. Mag nu niet leeg strakken, want de eerste keer is een boosmacht. Ik ga je het dan inzetten, alsjeblieft. Inspirerend.